What up mensen, welkom bij alweer een nieuwe video, een nieuwe dag, nieuwe kansen en nog steeds dezelfde persoon. Meestal is alles nieuw op een dag, maar jij blijft hetzelfde. Ik hoop dat ik geen geld heb. wij gaan eigenlijk de aankomende 3 dagen. De aankomende 3 dagen gaan wij hier op kantoor zitten. We hebben hier een studio. De mic is daar, we gaan poko's opnemen. We hebben de PlayStation aangesloten, want FIFA 18 krijgen we vandaag mee naar huis. En die gaan we ook spelen. Dus we gaan een beetje in creative vibes leuke poko's maken. En FIFA spelen. That's about it. Ik ben met deze dier bij de kapper. Laat je wier je zien. Best klaar. Doe toch die muziek. Kijk deze Mehmet. Echt een Mehmet. Well, je lijkt op een tyfoon. Gekke Serkan. No. Celebrity. Ik bepaal mezelf tot keizer. Pik me mijn Napoleon. No. Celebrity. Ik ga zo stuk. Deze man heeft gewoon 3 mensen nodig voor zijn baard. Hij probeert gewoon moeilijk te doen. Heb jij nou 3 kappers nodig voor je baard, bro? Kijk, hij doet nog steeds moeilijk. Hij doet nog steeds moeilijk. Hij is nog steeds niet tevreden. Wat heb je? Wil je zien? Och. Hoe voel je je nu? Misschien krijgt hij er wel een. Weet je hoe ik me voel? Alsof ik 8 meer platen dan jou heb. Oké. Ik voel me platina. Ken je dat? Ja. Dat ken jij niet. Nee. We zijn eindelijk klaar. Een week voordat jullie hem krijgen, ook. Hebben wij al FIFA 18. Zo! Ja, dat is wel pijn. Dat is jammer hè, dat jullie geen talent hebben. Zo kan je niet zijn. Lopen we eigenlijk wel goed? Jawel. Friday. Inshallah. Maar wij gaan naar Utrecht toe. Wij moeten naar Centraal Station. Boef was vandaag ook gaan, maar hij ging onweer vroeg. Ja joh? Hij was ook opeens op Centraal Station. En daarna had hij opeens FIFA 18, dus hij moet wel gehaald hebben vandaag. Dat vind ik wel raar dat wij laat. Was hij om 8 uur in de ochtend? Hij is VIP toch? Mm. Hij is boef. Wij moeten komen daar aan met rapper shorts en zo. Nee. Wij komen daar aan. Jongens, het is op. Sorry. Het is op. Boef heeft alles meegenomen. Hij heeft alles meegenomen. Broer, wij lopen echt niet wij goed. Wij lopen echt niet goed. We moesten het aan naar links, man. Dier. Dus dat. Ken je dat? Nooit gehoord, hè? Nee. Je hebt nooit platina gehad. Mm. Oké. Maar dat, wat ik net. 3 keer platina. 1 pokoe. Maar bro, hoe vaak ben je platina gegaan met al je pokoe? 3 keer platina, kijk hoe je eruit ziet. Maakt niet uit. Hoe zie ik eruit? Dit is gewoon. Het is gewoon duur hoor. Jij lijkt dakloos. Ja, vader. Normaal. Ja, die lift is er. Zo, maar je wilt snel. Kom. Je wilt snel. Bro, druk op 0 man, cool. Vette trippen. Dus we zijn in Utrecht. Kent ik nog steeds. En bro, heb je ooit zo'n grote moskee gezien? Met een kebabfactory. Ja, daar waren we toch die ene keer. Met een kebabfactory, bro. Maar jee, bro, dat is slachtfeest, bro, is vol hier, hè, beneden. Ja, duh. Ook gewoon beneden, zeg maar niet. Daar, gewoon beneden. Maar gaat die keer dat vraag ik me toch gewoon af. Bro, dat kan toch. Als die vlees niet halal is, bro, dat is gekke. Zo kijk, hier zitten mensen hun leven te verpesten. Dus dit is het gewoon een casino. Tegenover 10 meter. Van de moskee. Van de moskee naar de casino. Maar we gaan dus naar station toe, FIFA 18, shit. Ik weet niet wat de fuck we gaan doen, man. Spek die zei gewoon van, yo, willen jullie naar FIFA 18 gaan? Wij denken van, oké, let's go. Want het is gratis, dus we kunnen gewoon gaan. Dus we gaan nu FIFA 18 spelen. Volgens mij is dat een toernooi, toch? Ja, zeker. En die ga ik winnen en ik ga heel veel FIFA 18 spellen meenemen. Stel je voor dat er gewoon grote... Ik krijg er maar 1 mee, maar ik ga er echt meerdere proberen. Maar stel, we kunnen gewoon een prijs winnen, bro. Gewoon een ticket terug naar Servië.
Zo, of misschien een nieuwe gouden plaat van jou, want die heb je nog niet. Ja, nou, laten we het gaan checken. Ja. Luister dan, je kan rennen wat je wil, zonder mij kom je niet binnen. Zo. Jij bent mijn plus 1. Je bent mijn plus 1. Van wie? Stanley. Niemand heeft je uitgenodigd. Wel? Niemand wil jou. Stanley. EA Sports die wil niet eens dat jij FIFA speelt. Zeker wel. Jawel. Jawel bro, het moet hier zijn. Het moet hier zijn. We zijn aangekomen. FIFA 18. Waar bro, hier is toch de ingang bro. Ja toch, doe je ding. Wat? Messi, Messi. Zo, jij hebt wel gelijk groot scherm gekaapt bro, vakka. Claimen man. Hoe is het? Relax man. Hoe ging clip nog gisteren? Relax, was er ook toch? Oh, nee, maar daarna. Oh, dan wordt het relax. Hey, vraag tenminste nog. Zo, gewoon in mijn vlog. Oké, okay, mijn naam staat, even kijken, sorry, daar. Ja, vader, dat ben ik. Oké okay, jongens, eerste helft is voorbij. Staat momenteel 2-0. Sorry man bro. Ja, ja, zegt hij. Ja, wat moet ik zeggen? Lekker man bro. 3-0. Lekker man, lekker man. Ai, we zijn begonnen aan het toernooi. Eerste potje gewonnen, 3-0. Stress, Giro. Ik ga even kijken bij de rest. Bro, hoe was je? Gewonnen. Ja? Hoeveel? 2-1, maar ik moet nu tegen Kill die obesitas heeft, dus je weet. Hey, dat is dingen man. WW Bas. Hij is op mijn YouTube kanaal met FIFA alleen, dus hij is wel goed. Ja, dit is fucked up. Dit is fucked up. Kees, gewonnen. Oula. Jantje man. En nou weer doen. Hey. Lekker, lekker. Wat dan? Hoe dan? Oké, eerste stand. 1-0 heb ik gewonnen man. Ja, ik heb 3-0 gewonnen. Ja, wat moet je doen? En? Gewonnen? 2 verloren. Ah, doorboy. 6-2, staat er nog steeds. Kijk, mensen lopen, kijk, mensen lopen weg, hij laat zichzelf hangen. Oh, die mensen lopen weg. Ik heb hem laten hangen, bro. Hey, doen jullie mee met het toernooi? 3-0 gewonnen. Jij ook? 2-1, zakelijk zeg nee. Hey, jij moet tegen dingen. Tegen Jack Chirac. Meen je niet? Ja. Heb je gewonnen? Kijk, Inspector Gadget. Ja, hij is wel gek, Inspector Gadget, man, broer. Ja. Is dat goed? Welke moordzak ga je oplossen, baantje? Ja. Ja. Wat? Ik moet tegen jou. Hoe dan? Je moet tegen iemand die obesitas is. Ik had het kunnen weten. Ik vraag mensen om wat met vieze schoentjes, man. Ja, maar jouw werk is letterlijk FIFA YouTube filmpjes. Ja, jawel. Jawel, niet liegen. Ja. Maar wat is jouw YouTube kanaal dan? FIFA filmpjes. Bro, hij doet vrije trappen nemen, FIFA alles, bro. Nou, het is hier spannend. 1-1. Bassie Stan, Jack Chirac. Wie speelt met wie? Oh, de Juve. Oh, Jack. Oh, de gooi trucjes op je bro. Zo, de bro. Bro, bro. Oh, de. Oh, de. Ik heb alles op beeld. Het is zo eng. Het is YouTube 85ste minuut. Het is zo pijnlijk. Ik hoor, hij mag nu een track maken op je beat. Jawel. We verliezen en we winnen. 4-2. Hé, wie staat achter? Nou, Besiktas. Ja, maar kom op man. Fucking Bayern tegen Besiktas. Ja! Biertjes voor iedereen! Lekker man, lekker. En? Maar je ziet er depressief uit man, bro. Wow. Nou, wie is Juve? Ik sta 4-2 voor. Oh, de, lekker. Lekker, lekker. Ja. En? Winning? Ik heb net 4-2 gewonnen, bro. 4-2. Hou ja, back. Hou ja, back. Dames in naam kut, je moet tegen je vader. Je moet tegen je vader. Ik moet helemaal niks hoor, kijk. Tegen een stuk. So we meet again. Ben jij je vader? Ja. Ben jij je vader? Die gaat diep. En wat is hier nou aan de hand? Wie is aan het winnen? Hey, Max, je staat gelijk nog steeds, man. Ik weet niet, ik wacht even. Het staat 5-5 met penalty. 5-5? Ja, man. Oh, wat de bro.
Oh, bro. Hey shit, want ik zie nu al, ik moet tegen jij niet budget gaming, deze game. Ja, klaar. Lekker, man. Hey jongens, dit is een heel belangrijk moment, ik denk in ons leven. Tenminste in mijn leven, voor jou is niks belangrijk. Maar wij zijn in een toernooi en ik sta nu tegenover Keizer. En ik zei, ik wou verder komen dan Keizer. Dus met Gods wil lukt het. En ja man, wat staat jouw naam eigenlijk daar? Keizer. Gewoon Keizer. Origineel. Dus, zoals je ziet. Oh, hier moeten kijken. Oh ja, dat is genoeg. Zoals je ziet. Ja, blablabla. Ga je super? Ik ga lekker, man. Ga je super lekker? Ons schiet de zon dit te mikken, lekker hoor. Het is Keizer, hè? Die, maar kijk die goal, bro. Kijk die goal, bro. Kijk die goal. Kijk hier, gewoon hup. Ja, laten we maar gewoon drukken. Bro, dat was geen recht, man, bro. Bro? Krijg je nog een sportieve box of. Ja, even. Je laat me wel lang, wat dit? Boos! Tanto boos! Thuis ben je nooit, nu thuis ben je nooit. Hey, ik krijg een Donnie van je, hè? Ik krijg een Donnie van je, hè? Ik wil dat jij het doorgeeft aan hem. Hé, hey, meneer. Ja. Hey, wat doe je? Ben je gek? 2-0 heb ik gewonnen, man. Ik heb op camera heb ik het. Ik heb het staan op camera, man. Hé, hey bro, je vader heeft gewonnen, man. Wat moet je doen? Mijn vader is overleden, man. Niet doen. Niet doen. Die is zo kut, niet doen. Ik haat wanneer mensen die gooien. Hey, ik weet niet wie voor mijn spel gaat zorgen, ik wil hem nu. Ik ook. Nu. Dat is je vader en ik ben ook je vader. Ja, en wij willen spelen. Hey, dit is het moment, man, bro. FIFA 18, een week van tevoren. Zeker. Ik moet er gewoon verzekeren. Dit is het moment, man. Ben je klaar voor? Poeh, mensen hebben hier al op gekauwd. Ik zag een haarde. Poeh. Dit is niet van QC. Schaamhaar voor. Oh. Ik wil mijn spel. Ik heb schaamhaar in mijn mond. Ik heb schaamhaar in mijn mond. Van ja, nu wil ik gewoon naar huis. Frazie, hoe ging het toernooi? Ik kan wel zeggen dat we een goed toernooi hebben gedraaid. Laat me checken. No. Welke zou ik hebben? Bro. Welke zou ik hebben? We got it, fam. We got it, fam. We got it, fam. We got FM. Oh, wat dit. Hey, hoeveel pijn doet het? Jij hebt mij jouw achtertuin laten eten. Hoeveel pijn doet het? Dat je hier, je hebt hier Dunner Company, je hebt daar Smulders en ik bracht jou naar pasta, man, bro. Je hebt mij konijnen voor gegeven. Maar hoe voelt het? Bro, ik haal nu een kapsalon voor je. Omdat je het wilt. Ik kan niet meer, want je hebt mij volgegooid met vieze eten. Nu komt er niet eens iets lekkers meer bij. Je wilt het. Nee. Bro, luister dan. Ik zorg voor jou zoals een mattie hoort te doen. Ik denk aan je lijn. Ja. Sorry, maar een dennenboom geven aan een mattie om te eten is niet goed voor je lijn. Dennenboom. Ik heb de kerstboom opgegeten. Yo, wat is zo'n doel? Nu is er een familie die geen kerst kan vieren. Voor mij, voor jou. Oh, dennenboom. Bro, het zat gewoon een beetje spinazie op die ding, man. Bek, man. Een beetje spinazie. Ik vond het lekker. Alright, we zijn nog steeds in de studio. We gaan zo even een potje FIFA 18 spelen. Om de dag af te sluiten. Ik heb net een opzetje gemaakt. Hey, dit is een beetje jouw vlog, dus wil je alsjeblieft eindigen voor mij? Nou, we zijn weer aan het einde van de vlog gekomen, mensen. Sneller. Hoe bedoel je snel? Laat me nou. Het was een hele leuke dag. We hebben FIFA gedaan, jullie hebben het gezien. Ik ben helemaal kapot. En ja, je weet... Hoe laat is het? Leo. Ah. The fuck is dat voor soepje aan Johnny einde, man? Jesus fuck. In ieder geval. Sneller, kom. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Tjoep! Morgen zijn we er weer. Weer met deze kutkop. Hoi. En we gaan afsluiten, man. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Peace!